Heel veel van jullie vragen me of ik ook een keer een portret van Misha Kat ga maken. En dit zit eigenlijk ook al heel lang in mijn hoofd om een keer te doen. Maar vanochtend stuurde Arend, een trouwe kijker van de vlogs, me 4 AI-gegenereerde foto's van Misha Kat in de stijl van Vermeer. En dit inspireerde me om direct vandaag al te beginnen aan een barok portret van Misha Kat. Misha Kat, ik ga een portret van je maken. Vind je ervan? Ga je me poseren? Ga me daar poseren, daar. En niet hier, daar. Gaan we op de sofa zitten. Chakat? Je moet wel stilzitten zometeen, hè? Ga maar daar zitten. Gaat niet werken, dit. Ik ga niet zomaar een portretje maken van Misha Kat. Ik wil een soort 18e eeuwsachtig miniatuurportretje maken in een ovale lijstje. Zoiets moet het worden. En dan heb ik allemaal dit soort lijstjes. Dat is wel heel leuk, hè? Van die miniatuurschilderijtjes. Deze is al heel goed. Hopen dat ik alvast een paneeltje heb ook. Want anders het zagen is veel te doen. Oh, die is volgens mij nog kleiner. Die zijn misschien nog wel leuker. Ja, hé, hey, wat doe je nou? Ga je een beetje de boel slopen? Nee, dit is... Eventjes moet je even voorzichtig zijn, hè? Kijk, deze is nog een stukje kleiner, die is leuk. Zo. Kijk eens hoe dat staat voor jou. Zo. Hoe jij in het lijstje zou staan. Zit er stil? Ga stilzitten. Stilzitten. Zo. Ja. Even stilzitten, Misha Kat. Hey. Kerel, niet eronder. Hé. Kom er eens even onderuit. Ja, als hij hier opgesloten zit, schijt hij de hele boel onder. Misschien gaat hij dan zelfs wel op schilderijen schijten. Misha Kat, kom eruit. Kom eens even. Ga eens even weg daar. Ja. Ja. Kom. Niks ervan. Kom. Kom, miauw. Kom. Ga maar. Nee, ga maar. Zo, ja. Zo. Die kant op. Mooi. Netjes, jongen. Wat? Ga mee naar beneden, hè? Kom. Ga poseren. Dit is een mooie plek voor jou om te poseren, Misha Kat. Dit is een leuk voor jou. Daar kun je mooi op zitten. Een mooie troon. Misha Kat troon. Kijk eens wat ik heb gevonden. Dit is mooi. Hier kan ik zo met de decoupeerzaag een ovaaltje uitzagen. Ja, dat lijkt me een mooi formaatje, schilderijtje, vormpje van Misha Kat. Kijk eens wat er net gebeurde toen ik mijn telefoon er weer in wilde schuiven. Ah, zeg. Is hij gebroken? Ja, ik denk dat ik dit van ander hout moet doen. Eiken zou mooi zijn. Maar ik kon zo gauw even geen ander soort hout vinden. Dus ik besloot deze grote plakken zo meteen aan elkaar te schroeven. En dan,
toch van hetzelfde vurenhout een wat bredere, dikkere uit te zagen. Want het lekkere aan deze plankjes is dat ze gewoon overal hier en daar rondslingeren, omdat ik ze als afvalhout gewoon voor brandhout gebruik. Dit is alleen wel een iets dikkere plank en ik teken hem natuurlijk ook een stuk breder uit. Maar ik doe deze schets toch even over, want ik denk dat het iets beter kan. In het gebroken houdertje gaan even 2 schroeven. Dan heb ik in ieder geval nog iets om te filmen als ik zo meteen ga schilderen. Wel heel voorzichtig natuurlijk, anders splijt hij weer. Netjes voorboren. En dan nu het andere houdertje. Eerst uitboren en dan uitzagen. En nu ik toch zo meteen dat houdertje op de keukentafel ga decoupeerzagen, kan ik ook meteen het ovale paneeltje zagen. Voor het miniatuurportretje van Misha Kat. Wow, dat ziet er prachtig uit, of niet? Als ik zo meteen weg ben, dan wil ik natuurlijk ook dat Misha Kat het zo comfortabel mogelijk heeft. En misschien een fijn plekje heeft om te slapen. Hij heeft natuurlijk ook een plekje om te slapen, helemaal daar zo in die schuur. Maar ik heb dat nog nooit gezien. Ik heb geen idee hoe dat is eigenlijk. Ik denk dat het een soort hooibult is of zo waar hij in slaapt, dat vermoed ik. Maar ik heb dus gezien dat hier ook een soort kippenluikje is. Want deze schuur is in het verleden gebruikt voor varkens en kippen. Dat heb ik me laten vertellen door de vorige eigenaar. En hier zit een kippenluikje. En ik denk dat dit groot genoeg is voor Misha Kat. Dus deze wil ik weer, als het kan, actief maken. Een mooi trapje ernaartoe. En dan daar misschien achter een leuk plekje voor Misha Kat om te chillen. Ik denk dat ik even een hamer nodig heb voor deze spijker. Die zit behoorlijk strak. Oh nee, dat gaat wel, denk ik. Ja. Dat gaat wel. Dan moet ik hem eigenlijk zo meteen gaan lokken, hè. Met een... Ja, kijk eens even. Er staan nu alleen al die dozen voor. Ik denk dat dit wel een leuk poortje is. Nou, even kijken hoe het binnen is. Even kijken... Hoe ik dan misschien voor Misha Kat binnen een leuk plekje kan creëren. Het zit daar ergens achter die dozen. Ja, het wordt wel een heel geshow met allemaal dozen die ik opzij moet zetten. Maar goed, dat is wel te doen, denk ik. Dit zijn dus alle dozen die ik weg moet halen om een mooi plekje voor Misha Kat te maken als ik weg ben. Er zit allemaal brandhout in, dus dat is wel weer voordelig en gunstig natuurlijk. Ik kan het lekker allemaal opbranden en het is allemaal loofhout, dus dat brandt wel wat beter. Ik zet gewoon al die dozen in het toekomstige badkamertje neer. Dan kan ik het lekker allemaal van hieruit opbranden en alvast een mooi plekje voor Misha Kat maken. Maar goed, ik weet niet of ik echt genoeg tijd hiervoor ga krijgen om dit vandaag te doen, want ja, ik wil nog steeds het portretje maken natuurlijk. En ik loop al achter omdat het houdertje gebroken was, dus... Nou ja, we zien wel hoe het loopt vandaag. Zo, het nieuwe houdertje is ook gezaagd. Eventjes met de schuur. En voilà, morgen zal deze wel klaar zijn. Nu de oude nog maar even gebruiken met de schroefjes erin. Oven was er net, de ovenman. De kachelman die kachels maakt, die ik vorige week ontmoette toen ik in zo'n raar taaltje praatte. Maar hij heeft dus dit gemaakt. Cool, hè? Dat is voor als er dan hete kooltjes en zo uitvallen. En dan gaat het niet allemaal in de fik, zeg maar. Dus dat is wel heel chill. En nu was het dan eindelijk tijd om het portret te maken van Misha Kat. Kom je? Gaan we poseren. Kom. Ja, leuk hè? Kom, kom maar. Kom maar. Gaan we hier zitten, Misha Kat. Ja? Kom je? Kom maar.
Kom. Nee. Dat doe ik dus vaak. Dan zet je hem ergens neer en dan heel erg aaien zo. En dan vindt hij chill daar. En blijft wel zitten. Ja? Gaan we doen hier? Gaan we doen? Lekker zitten. Ga maar hier zo. Hier? En dan stil zitten, hè? Met een model, hè? Met een schildermodel nu. Ja, blijf je zitten. Nee, blijf maar zitten. Blijf maar zitten. Stil zitten. Oké. Okay. Ja, goed zo. Zo zit je, sta je mooi. Prachtig. Nee, Mika. Nee, Mika. Mika. Oké, jongens, zitten. Ja, moet ik zitten. Ja. Omdat het maar niet lukte om hem stil te laten zitten, besloot ik gewoon even wat foto's te maken. Maar onder het foto's maken gebeurde er plotseling dit. Ik wilde hem omhoog laten kijken, omdat hij dan van die mooie glimlichtjes in zijn ogen krijgt. Maar hij vond mijn rare gebaren en geluidjes blijkbaar zo leuk, dat hij gewoon wel even wilde blijven zitten. Uiteindelijk wil ik van deze filmpjes gewoon een screenshot maken en dan daarvan het schilderijtje schilderen. Ja, die is mooi. Oh, stond je mooi op. Daar stond je mooi op. Ik heb het denk ik wel. Maar als je zo blijft staan, is wel heel leuk. Want dan ben je echt aan het poseren, hè? Nou, gaan we dat nog even proberen. Volgens mij heb ik hele leuke foto's sowieso, maar het is natuurlijk nog leuker als ik hem echt zo echt naar het leven kan schilderen. Blijf maar lekker zitten. En soms blijft hij ook echt lang zitten zo, hoor. Hij kan soms, als hij zin heeft, zo een uur zo blijven zitten. Nou, en dan kom ik al ver met het portretje. Dus dan gaan we beginnen. Eerst even de kleurtjes mengen. Ik begin even met bruin en wit gewoon. En dat is voor de basis. Dan kan ik een mooie schets al opzetten. Hè, ja, kat. Dan ga je echt als een baron geschilderd worden. Als een prins. Prins Micha. Kijk, bruin en wit zo meteen. Kijk, dat is mooi. Ga ik mooi even zo neer. Ja, goed zo, Micha, kat. Zo is het goed. Lekker poseren, net zoals vroeger. Net zoals dat ze vroeger deden, hè? Ja. Even goed zitten. Mieuw. Mieuw. Zit heel goed. Heel mooi zit je stil, Micha kat. Ja, netjes. Met je pootje zo. Mieuw, mieuw. Even recht zitten. Mieuw. Goed zo. Nou, dus is bruin zo, hè? En dan ben je met wit. Mieuw, even stilzitten. Nee, je moet die andere kant op kijken. Ja, goed zo. Beetje omhoog, beetje hier zo. Beetje hier. Omhoog met je snoet. Omhoog met je snoet. Hier kijken. Oké, nou. Ik kan ook niet altijd alles hebben, hè, met zo'n poes. Ik heb een schoon kwastje voor de wit. Ja, ik gebruik uiteindelijk vaak een heleboel kwasten, omdat ik gewoon geen zin heb om ze tussendoor steeds schoon te maken. Oh, mijn snoet. Ja, zo is het mooi. Heel goed. Heel goed, Mierenkat. Je zit heel mooi stil. Af en toe even pauze, zoals dit is al goed. Nou, ga ik even wat geel erbij toevoegen. Gele oker, denk ik. Omhoog met je snoet. Ah, nee. Het is nog niet klaar. We zijn nog niet klaar, Micha kat. Nog heel even stil blijven zitten. En toen besloot ik om toch maar van een foto te werken.
Kijk, en dit is hem geworden. Zo ziet hij er toch fantastisch uit. Echt zo, een beetje, zo'n lipje heeft hij ook, dat onderlipje. Dat zie je niet altijd, maar hij heeft echt zo'n dik onderlipje. En dan kijkt hij echt zo lekker arrogant. Altijd een vieze neus. Het is natuurlijk wel een beetje een vieze kater. Zo kijkt hij heel stoer en arrogant en cute tegelijk. En zo ga ik het schilderen. Dus ik heb hem daar zo, even de foto. En dan heb ik hier zo dat dingetje. Ja, ik denk dat het voor nu wel beter is. Maar ja, zelf die kan, heel veel kans dat hij zo ineens weer daar gaat zitten natuurlijk. En dan, nou... Als hij dat doet, dan ga ik misschien wel weer verder om echt naar het leven te schilderen. Maar dan ga ik toch even met die foto's verder. Anders ben ik de hele dag bezig om die kat zo weer op te tillen en terug te zetten. En weer op te tillen en terug te zetten. En dan wordt hij ook niet vrolijk van. Ik begin er toch maar even mee om alles een beetje te vervagen wat ik tot nu toe heb gedaan. En dan kan ik, als ik dat heb gedaan, weer mooi opnieuw de details erin zetten. Ik denk dat ik zijn kop ietsje groter ga schilderen dan dat ik in eerste instantie had opgezet. En voor dit schilderijtje heb ik zelfs expres ongebruikte, hele kleine penselen gebruikt. Omdat zo'n mini schilderijtje ook heel mini details heeft. Een mooi landschap op de achtergrond zal natuurlijk ook niet misstaan. Zo wordt het echt een barokachtig portret. Ik zit er nog even over te twijfelen wat voor soort kleding ik hem eigenlijk wil geven. Ik denk dat het toch iets vroeg 19e eeuwsachtig wordt. Dat lijkt me wel mooi. Ook niet te overdreven barok. Hij heeft natuurlijk een heel mooie witte hals. Dat is net een soort befje. Ja, zo noem je dat. Een rococo-sjaalachtig iets. Ik werk eigenlijk zo overal tegelijk een beetje. Dan een beetje hier, dan weer een beetje daar. Nu weer eventjes die haartjes bovenop zijn hoofd. En voor je het weet, begint Misha Kat een echte heer te worden. En dit is het moment dat ik alleen nog de laatste puntjes op de i moet zetten. De hele haarfijne detailtjes, letterlijk. De snorharen, de kleine haartjes en de glimlichtjes in de ogen natuurlijk. En als laatste doe ik dan zijn mooie pak. Ik ben klaar, Misha Kat. Het schilderij is klaar. Wil je het zien? Het is klaar. Wil je het zien? Ben je nieuwsgierig? Kom. Even kijken. Kijk eens. Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Nog niet aanraken, want het is nog nat, hè? Vind je het mooi? Vind je dat je... Nee, niet aanraken. Vind je dat je erop lijkt? Nou. Ik vind het wel lijken, kijk. Wat vinden jullie? Lijkt het een beetje? Nou... Ik vind het mooi geworden. Ik hoop jullie ook. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. En mocht je zelf ook een schilderijtje willen van bijvoorbeeld je huisdier op deze manier, stuur me dan even een berichtje. Vergeet ook niet te liken, abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En even naar mijn website gaan voor de mooiste kunstwerkjes van de hele wereld. Hey, hey, do da da dee da dee.